Nadat we de plannen van het buitenste doosje hebben geïmporteerd in Inkscape, gaan we dit doosje gaan aanpassen. Eerste stap, we klikken op de pijl, selecteren het geheel en kiezen vervolgens voor objectgroep opheffen. Vervolgens gaan we aan de voorkant van het doosje, waar we het binnenste doosje gaan insteken, de rand glad maken. Dit doen we als volgt. We kiezen een deel van het doosje door erop te klikken. Vervolgens kiezen we voor object naar pad en dan klikken we op knooppunten. Je ziet nu de knooppunten verschijnen. We gaan iets meer inzoomen door op de plus te klikken. Voilà. En dan gaan we deze zijde mooi glad maken. Dit kunnen we doen door knooppunten te verwijderen. Knooppunten verwijderen kunnen we heel eenvoudig. We gaan op het knooppunt staan en klikken op delete. Dit doen we voor de knooppunten die we willen verwijderen. Ten slotte blijven er twee knooppunten over, maar er is geen rechte lijn tussen. Om dit te bewerkstelligen klikken we op het knooppunt, de shift-toets indrukken, we klikken op het tweede knooppunt en kiezen vervolgens rechte lijn tussen beide knooppunten. Voilà, op deze manier heb ik dit doosje, heb ik deze zijde van mijn doosje al vlak gemaakt. Uiteraard doe ik dit ook voor de drie andere zijden. Goed, als ik dit voor de andere zijde doe, moet ik wel even opletten. Ik moet zorgen dat dit knooppunt overeenkomt met deze lijn. Dus ga ik eigenlijk dit knooppunt al naar daar brengen. Ja, en hetzelfde doe ik eigenlijk onderaan. Zo, vervolgens kan ik weer de tussenliggende knooppunten verwijderen. Delete, delete. Dus selecteren en op delete klikken. Voilà. En de resterende knooppunten selecteer ik en ik maak er een rechte lijn tussen.